We hebben een paar sokken voor je. Nou, helemaal top. Alsjeblieft. Fantastisch, dankjewel. Veel plezier erbij. We hebben dat echt tijdens onze studie gedaan. Dus wij liepen allebei kooschappen dan in het ziekenhuis. En we zagen heel erg dat als je in het ziekenhuis loopt, nou, je hebt een witte jas, een witte broek. En dan het enige wat je zelf aan kleding zelf mag uitkiezen, zijn je sokken. Dus we zagen ook al dat mensen daar echt helemaal los op gaan met gekke happy socks. Zeker bijvoorbeeld op de operatiekamer, dan heeft echt iedereen hetzelfde aan, behalve de sokken. En het leek ons hartstikke leuk om sokken te ontwikkelen met een medisch printje erop. Zodat je ook een beetje je identiteit kan uitdragen. Dat iedereen ziet, oh, die werkt bij de chirurgie of bij de cardiologie. We steunen dus met de sokken ook goede doelen. Zo hebben we afgelopen jaar al meer dan 10.000 euro opgehaald voor 20 verschillende goede doelen. Dus dat is superleuk en dat geeft ook echt een kick. Wat willen wij heel graag bereiken? Nou, we verzenden nu ook al naar andere landen. Ze hadden recent nog een bestelling uit Zweden. We hebben een bestelling gehad van Aruba. En wat ons nou wel heel leuk lijkt op de korte termijn, is om ook uit te breiden bijvoorbeeld naar Duitsland. Het is natuurlijk een enorm groot land met heel veel ziekenhuizen. En het zou heel gaaf zijn als het zorgpersoneel daar ook hele vrolijke sokken zou dragen. Ja. Ik moet ook wel zeggen, kijk, als je dan een dag in het ziekenhuis hebt gewerkt en dan ga je in de avond weer aan de sokken zitten. Het voelt niet echt als echt werk. Het is meer een soort hobby die je ook daarnaast doet. Kijk, af en toe is het wel druk, maar het is ook gewoon heel leuk om te doen. En juist misschien ook die afwisseling als je dan overdag toch een pittige dag hebben gehad met ook best wel heftige ziektebeelden die je ziet, heftige patiënten. Om dan in de avond juist weer met zoiets leuks als sokken bezig te zijn en goede doelen. Het voelt voor jezelf is dat ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Hoeveel sokken heb je al ongeveer ingepakt, denk je? Oeh, dat vind ik een hele leuke vraag. Gisteren moesten er 3000 de deur uit. En ik ben tot laat bezig geweest. Maar in totaal, ik weet het echt niet. Echt heel veel. En dat is echt in de afgelopen maanden is dat zo gegroeid. Onwijs leuk. En er zijn ook steeds meer sokken bijgekomen. Steeds meer ideeën. En je merkt ook dat ze er zelf ook. Omdat we merken dat andere mensen het ook natuurlijk super leuk vinden. Het gaat steeds beter. Dat hun er ook steeds meer enthousiasme ervoor hebben. Heb je de sokken voor verpleegkundige Stef? Yes, hier. Super. Top. Zullen we gaan? Kijk, daar staat de zet. In de zorg. Kijk naar. Nou, fantastisch, hartstikke leuk, top. Zowel de verpleegkundigen of de artsen die de sokken dragen, maar ook patiënten reageren heel leuk. Van, hey zuster, hey dokter, wat heb je leuke sokken aan? Dus je merkt dat je eigenlijk een soort glimlach verspreidt in het ziekenhuis. En dat is wel heel gaaf. Ja. Fantastisch. Nou, merk ze nog. Wij gaan er helemaal sneller van lopen. Dat komt helemaal goed. Heren, bedankt.